Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons TV-programma Zeg het maar. Vandaag in de huiskamer een mevrouw die geen intro nodig heeft. Tijdens de lockdown is deze mevrouw gewoon hypey gaan stijgen in haar eigen brand. Wie zij is en wat ze allemaal doet, zal deze mevrouw zelf aan jullie vertellen. Welkom mevrouw Cynthia, dankjewel om vandaag aanwezig te zijn bij ons in de studio. Ik geef het in mijn intro al aan dat u sieraden doet en make-up, wat eigenlijk een of ander groot ding is, want in Suriname hebben niet zoveel van eigen brands, om het zo te zeggen. Maar daar komen we zo op in. We willen eerst weten, wie is mevrouw Cynthia? Nou, ik ben Cynthia Riet. Ik kom uit een gezin van 6. Ik ben de 4e. Mijn moeder heeft 3 meisjes en 3 jongens. En ik heb 2 kinderen. Eentje is 7, eentje is 5 maanden. Ik ben heel creatief bezig. Zo trouwens, sinds ik op de middelschool zit, ben ik creatief bezig. Dus ik doe gewoon van alles. Ja. En ik heb intussen ook al mijn eigen brand. Oké. En zou je een beetje kunnen vertellen over de jeugdjaren? Hoe zag je jeugdjaren eruit? Nou, mijn jeugdjaren was zo. Niet als nu, want je had toentertijd geen telefoon. Mm-hmm. Dus... kijk, die straten zijn nu onder water, dus in mijn tijd zouden we op straat zwemmen. Oh my god, zou je echt zo over straat? Eeuw. Okay. Ja, dus ik ben meer opgegroeid als een kleine jongen, omdat mijn buurt alleen maar jongens had. Mm. Dus ik ben echt opgegroeid als een kleine jongen, dus dat van make-up en echt me als een dame gedragen, dat ken ik niet echt. Ah. Ja, dus okay. Het was gewoon gezellig. Maar u speelde met al uw broers en zusters? Nee, met buren. Met buren? Met mijn broers en zusters was het gewoon vechten. Nee, goed. The story of every sibling. Everyone. Okay. Meestal in ons jaren heen, of noem maar op, hebben we iemand naar wie we opkijken, zo'n idool. Had je zo'n idool toen je opgroeide? Nee, niet echt hoor. Ik keek niet naar mensen op, nee. Nee? Maar dus niet echt ook gewoon iemand van, oké, ja, I admire that person, toen je opgroeide? Nee, niet echt. Ook niet echt voor nu misschien? Voor nu ook niet hoor. Voor nu ook niet, it's just myself. Myself. Me, myself en I. Ja, origineel. Ja, oké. Okay. Ik doe wel mensen na, wat me creatief en zo betreft, want je kijkt hoe ze het doen en dat doe je het ook, maar dat wil niet zeggen dat ze mijn idolen zijn of zo. Maar het is gewoon even kijken wat leuk is en wat goed. Ja, wat gevraagd is, yes. Inderdaad. Oké, als we ons levenspad gewoon zo bekijken en noem maar op, dan hebben we altijd iets dat ons bij blijft staan. Het kan goed zijn, het kan slecht zijn, maar er is altijd iets gebeurd waarbij we denken van, ik kan zo iemand motiveren met mijn verhaal. Had hij ooit zoiets? Nou, misschien met mijn huwelijk, omdat ik heel vroeg ben getrouwd. En hij was heel anders opgevoed, ik heel anders. Dus hij probeerde me te maken tot iemand wie ik niet ben. Dus dat ik heb gewoon een les geleerd en wat ik aan mensen wil geven. Vind jezelf eerst en dan zoek je iemand die bij jou past. En ga niet te jong trouwen, want trouwen is niet alles. We worden geleerd wanneer we klein zijn, je moet trouwen. En dat zit in je hoofd, je moet een man hebben. Terwijl je gewoon alleen op jezelf, als je alles kan, gewoon gelukkig kan blijven. Het is niet nodig. Ja, dat is inderdaad. Dus dat is wat ik heb geleerd. Ja, dus gewoon just be yourself. Just be yourself, wel. Ja. En waarom de persoon maken dat wie je eigenlijk bent, of wie je niet bent, om het zo te zeggen. Yes. Toch? Oké. Okay. Dan komen we op het gebied waarbij we naar school gaan. Hoe zag je schooljaren eruit? Nou, ik had echt leuke schooljaren hoor, in de pauze vooral. Want ik ging me niet focussen op studie. Ik was gewoon knap. Dus als ik in de klas zit, ik volg, is het al genoeg. Ik hoef niet te leren. Mm-hmm. Ik was op de lagere school, ben ik ook als best geslaagde. Lagere school was ik best geslaagde. Middelschool één van de beste. Dus in de pauze was het Linge. Joule en dat soort dingen. Dus voor mij was dat leuk en niet echt naar school gaan. Oké, okay, dus dat is meer gewoon adventures, yes, bezig zijn en dat soort dingetjes. Oké, op school itself, wat zou je denken van oké, dat was mijn favorietste vak? Op de Milo school was het wiskunde. Nederlands, ik hou helemaal niet van Nederlands, nog steeds niet, want ik kan nog steeds niet goed praten. Maar, dus ik maak echt van die grove fouten. Waarbij je denkt van, oh shit. Ja, ik snap dat. Maar Nederlands is inderdaad gewoon, het blijft onze taal, dat we zeggen, we praten en al dat soort dingetjes. Maar het is gewoon en blijft een taal waarbij je denkt van, nee, maar dat kan ik niet zeggen. Wacht, de mond zit net een woord daarvoor. We hebben het inderdaad vaker, ja. Het is echt moeilijk. Maar wiskunde. Maar wiskunde. Echt gewoon wiskunde tot de 4e klas of wiskunde, oké, 1e klas, 2e klas. Wiskunde door de 4e klas. Ik was altijd knap op school. Het was altijd. Maar Nederlands was vervelend.
Maar heeft hij verdiept in wiskunde? Nee. Heeft het laten liggen? Ik heb het laten liggen. Maar je was niet zo goed als erin, dat kan je toch? Nou, ik was goed erin, maar het is niet iets wat ik graag heb willen doen, weet je? Iets van wiskunde of nee. Mm. Ik was meer gericht op werken en geld maken. Yeah. Vandaar dat ik na mijn middelschool ook natin heb gedaan. Want na je natin ben je al goed. Klopt. Je krijgt gelijk een werk en zo. Mm. Dus ik heb dat gedaan, landmeetkunde. Oh, hoe heb je landmeetkunde? Ik heb landmeetkunde gedaan. Dus dat is uw laatstgenoten onderwijs? Ja. Dus landmeetkunde. Maar werkt u nog steeds in de richting nee, van dat? Ik heb dus na mijn studie ben ik gelijk getrouwd. En ik kreeg de kans niet om te werken. Omdat ik moest doen wat hij wil en niet wat ik wil. Snap je? Ja. Yeah. Dus streng. Wauw, oké. Meestal na de school, of wat we zien bij de meeste jongeren, is dat of de MULO of op de middelbare school, dan beginnen ze een bijbaantje te kiezen. Maar dat zien we als onze eerste job, waar we denken van dit is mijn eerste salaris. Dat is zoiets, like, dat is mijn eerste job dat ik heb gedaan. Mijn eerste job was, dus ik ben van Nikeri. Mm-hmm. En dan, daar had je toen geen naad in. Dus ik moest naar de stad komen en ik was 16 toen ik ben gaan werken. En mijn eerste job was bij Shaker. Oké. Ja, maar nu is het de check. Nee, sorry. Toen was het de check, nu is het shaker. Ja. Dus toen was ik in de keuken en ik ging koken op mijn 16-jarige leeftijd. Bij de check. Dus dat was ook mijn eerste job. Wow. Dat is waar ik werd betaald hoor. Dus. Ja. Dat is inderdaad leuk, wanneer je mensen gewoon vragen, like, wat is je eerste job? En dan denk je echt van, oké, wat gaat komen uit ervan? Dat is echt leuk, like, dit is mijn eerste salaris die ik heb gehad. Wanneer je gaat terugdenken van, dit is mijn eerste les en dit verdien ik nu en dit is mijn hobby nu eigenlijk en mijn passie. Is het altijd leuk om te vergelijken, daarom dat ik die vraag altijd stel aan mensen. Want het is altijd een motivatie voor de jongeren van, don't give up. Toch? Want dat heeft u ook gedaan. Ja. U komt uit een huwelijk waarbij u dacht van, nee, dit is niet voor mij. U bent gaan werken en al dat soort dingen. Dus het is ergens een motivatie. Te komen bij werken en noem maar op en al dat soort dingetjes. Van waar stroomde de passie het maken van, want u doet sieraden, wacht, laat me opzommen. U doet sieraden, u doet make-up. Ik ben bezig met hoodies. U bent bezig met hoodies? Ik ben bezig met mijn eigen weestrainer. En er komt nog zoveel meer. Oké. We beginnen dus bij mijn eigen brand gewoon in alles. In alles. Oké, dan beginnen we bij sieraden. Van waar de passie om met sieraden te starten? Nou, ik kan me nog herinneren, op de MULO school deed ik van kralen sieraden en verkopen, maar voor heel goedkoop. Mm-hmm. Maar weet je, dus ik was gewoon altijd creatief. Mijn handenarbeid kreeg ik altijd hoge cijfers. Mm-hmm. Dus natin heb ik ook dingen gedaan, Avon en al dat soort dingen, verkopen en dat soort dingen. Maar stainless steel is eigenlijk begonnen, gewoon een simpele oorbel. Kijk, deze die ik hier aan heb, is een van de eerste stainless steel oorbellen die ik heb ontworpen. Mm-hmm. Omdat ik het niet kon vinden. Dus zo'n simpele design kan je letterlijk nergens in Suriname vinden. Je gaat het misschien met de Chinezen vinden, like, maar geen stainless steel en het verkleurt. En ik zocht zo lang naar zoiets. En online zelf, je hebt maar echt eenvoudige. Dus geen mooie, laat me zeggen, geen mooie stainless steel. En goud is duur. Nee. Dus toen ben ik gaan googlen en al dat soort dingen. En ben ik een fabrikant tegengekomen die bereid was mijn design voor me te maken. Maar minimaal 50 stuks was het toen. Dus ik heb besloten, omdat ik het wil en ik kan het nergens vinden, heb ik besloten van oké, is goed, dan gaan we dat doen. En dan heb ik de rest verkocht en ik heb gezien dat het goed is, want het ging niet verkleuren. En mijn klanten die toen hebben gekocht, vragen me steeds van, doe ook kettingen, doe ook ringen. En dus zo is het begonnen. Dus meer een soort toeval, kan je zeggen. Is dat ik het gepland had. Ja. Dus ik begon echt alleen voor, oké, misschien wil ik het voor mezelf. Ja. Maar dan werd ik goed gerold. Oké. Bij sieraden, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Want één, in Suriname hebben we niet echt altijd van die mensen waarbij we kunnen zeggen, oké, these are like designers. Maar of ook bij metaal of zo, breng het in de vorm voor me of bepaalde dingen. Doet u echt die dingen zelf? Nee, ik ontwerp. En een designer ontwerpt. Een designer maakt niet. Klopt. Je hebt mensen die maken. Want ik heb ook mensen zien reageren op mijn TikTok en dat soort dingen. Van je speelt een designer, maar je maakt die dingen niet zelf. Een designer ontwerpt. Design. Design. Een design maakt ze niet. Ik zie Kylie al alles zelf maken. Of Michael Kors al alles zelf stikken en zo. Klopt. Zo gaat het niet. Ja. Jij tekent. Ik teken die dingen. Ik zeg van ik wil het zo dun. Het moet niet zwaar zijn. Het moet zoveel wegen. Ik stuur ze op. Er wordt een sample voor me gemaakt, ik keur het goed en als het is goedgekeurd, dan wordt het in het groot geproduceerd. Niet in Suriname, want in Suriname doet men dat niet. Nee, geen stainless steel. Oh, dus alles van nu is buitenland? Buitenland. Wauw. Maar zou je niet lekker een droom hebben, like, kunnen we het niet hier doen? Ik
zou dat wel willen. En dan heb je ook, geven mensen ook jobs hier en ja, dat soort dingen. Dus het zou goed zijn als ze het hier doen hoor. Ja, dus we kunnen het in de media openen, jullie bedrijf. Ja, oké. Maar als u tekent, van waar de inspiratie om eigenlijk in mijn hoofd te halen, bijvoorbeeld, ik wil zo'n ring met zo'n steen, met zo'n vorm. Dus meestal is het zo dat ik iets bij een celebrity zie. Mm-hmm. En dan ga ik het maken, misschien groter. En dus mijn eigen twist. Ja. Niet alles wat ik heb is like origineel mijn idee. Mm-hmm. Want zo werken designers ook. Ja, want Michael Kors bijvoorbeeld heeft tassen die op die Birkins lijken. Klopt. En ze hebben horloges die op Rolex lijken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik wil dat even duidelijk maken, want mensen gaan zeggen ze steal designs. Maar die grote designers doen dat ook. Dus. Ja, maar je mag overnemen, want vandaar haal je inspiratie, maar dat is je eigen twist. Je eigen twist, ja. Like bijvoorbeeld dezelfde ring, dezelfde vorm, maar ik heb een andere steen, dus het is geen overname. Het heeft een andere steen. Het heeft een andere steen. Maar ja, typisch Surinamers zijn in je mond. Maar goed. hoe lang duurt het eigenlijk om zo'n tekening of zo'n design in elkaar te zetten? Nou, ik ben heel snel. Dus als ik het nu zie, binnen 5 minuten heb ik het al. Huh? Ja, ik ben snel. Ik stuur gewoon een foto en dan zeg ik van, ik wil dezezelfde. Maar zo groot, zo. Nee, het is echt makkelijk. Maar hoe lang duurt het om tot final product te komen? Een maand. 30 dagen, ja. Maar in grote hoeveelheid of echt? In grote hoeveelheid. 1-1. Dus je doet niet gewoon 1-1-1-1? Nee. Je doet het echt altijd? Ja, want dus als je een ontwerp hebt, dan maken ze een maal. En als je maar 1 laat halen ervan, gaat het duur zijn. Dus dan moet je veel halen. En dus doe ik gewoon alles in 1 keer. Omdat ik al lang met die mensen werk. Ja. Dus ik laat die samples niet eerst halen. Dus ze maken een sample voor me, ze sturen een film. En dan keur ik het goed en dan wordt het in het groot gedaan. Oké. Maar heeft u ooit niet iemand gehad die bijvoorbeeld zegt van, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een ring dat ik wil hebben dat u heeft, maar ik wil het alleen voor mezelf. Ik wil die, dat derde het ook hebben. Ja, je hebt veel mensen die me hebben benaderd, maar dat kan ik niet doen. Mm-hmm. Ik moet veel nemen. Begrijp je? Dus het kan, misschien heb jij een design. Ik heb een rode steen, je hebt de gele steen. Nee, misschien heb jij een design en je wil bij mij laten doen. Dat kan, mm-hmm. maar minimaal 100. Ik kan niet maar 1 voor je doen. Begrijp je? Dus zo is het. Dat is wel jammer dat je... Is like, jammer, ja. Is echt jammer. Oké. En we hebben gesproken over hoe lang het duurt en al dat soort dingetjes. En maar... Hoe bent u eigenlijk ingerold om in contact te komen met mensen en al dat soort dingetjes? Dus mensen in het buitenland bedoel je? Mensen in het buitenland die het doen en al dat soort dingetjes. Want meestal hier dat zien we jongeren en ook mensen die gewoon bezig zijn. En dan zien ze iets van, oké, ja, ik kan misschien zoiets maken. Maar dan zien ze, oh ja, maar het kan alleen in het buitenland. Dan geven ze de hoop op. Ja, ze geven dus misschien is het ergens een inspiratie wat u allemaal doet. En kijk waar u vandaag bent. Dat u gewoon een eigen brand heeft dat op zijn eentje staat. Mm-hmm. Dus ik weet niet waarom mensen het zo moeilijk maken. Maar je kan letterlijk gewoon van alles googelen. Ja. Je googelt van alles en je vindt alles. Waarom moeilijk als het makkelijk kan? Ja. Je vindt gewoon alles op Google. Dus geloof me, googelen. Maar was het makkelijk? Het was makkelijk, heel snel. Als gewoon een nummer en dan bellen en contacten. Of mailen leggen. En chatten, ja. En ik heb altijd geluk gehad dat ik gewoon de juiste mensen heb gevonden. Ja. En wat veel mensen niet weten is, daar, ik ga niet zeggen waar, maar daar waar ik mijn sieraden maak, zijn er brands, like echt bekende brands, die duizenden euro's en duizenden dollars voor hun sieraden vragen, maken hun dingen ook vlak daarom, want ze hebben mijn films geweest en zo. Alleen ik mag het wel niet aan mensen wezen, weet je, dat het is confidential. Ja, ja, ja. Maar ze hebben me gewoon video's geweest waar ze bekende merken hun spullen bezig zijn te maken. Ja. Dus mijn kwaliteit is 100. Oh, oké. Maar bij een sieraad van u, of noem maar op wat u allemaal maakt, een ketting, een oorbel, een brushlet of noem maar op. Zet u uw designnaam wel erop? Ja, ik zet mijn logo. Ja, mijn logo. Wel een logo. Ja, ik heb mijn logo. Dan is het wel goed, dan is het leuk. Als je een logo hebt van, ik heb mijn logo. Ik heb mijn box met mijn naam. Ik heb zakjes met mijn logo. Ah, dus het is echt een verkoop dingen. Oké. Dan komen we bij make-up. Waar rolde dat dan in? Want ik dacht, het begint bij sieraden en dan gaan we stoppen. Maar dan komt u met make-up. Plotseling met make-up. Ja. Like, wat gebeurt er met er? Nou, ik heb gezien dat de laatste tijd lipgloss echt in is. Dus ik dacht van, oké, ik wil ook lipgloss doen, maar ik ga niet letterlijk kopiëren. Ik ga lipgloss doen, maar op een hoog niveau. Dus zo ben ik gaan zoeken naar suppliers en al dat soort dingen. En dat is wat het is geworden. Echt snel. Mm-hmm. Maar de mixture van uw eigen lipgloss, kleurtint en alles doet u zelf? Of like, laat u gewoon halen en dan zet u uw brand erop? Nou, ik heb samples gehad.
die ik moest uittesten met 3 verschillende formules. Maar ik kon ze aanpassen. Bijvoorbeeld mijn lipliners, ik vond ze te leeg. Dus ik heb gezegd, ik wil het donkerder. Hebben ze het donkerder gemaakt, weer voor me opgestuurd. Dus het is eigenlijk mijn dus hun formule, maar met mijn twist. Want ik vond het te droog. Heb ik gevraagd naar meer olie, te licht. Dus hebben ze het donker gedaan. Dus het is gewoon samen. Nee. Want bereken, ik ben geen analist. Dus ik kan dat soort dingen niet samenstellen. Ja, ik moet met mensen werken die me ik zeg gewoon, het is donker, het is te licht, het is te paars. En dan doen ze dat verder. In een lab. En niet zelf thuis of wat, weet je. Dus het is professioneel gedaan. Maar het is wel dermalogisch wel goed gekeurd. Ja. Dus niet dat je het soms zet en dan soms zie je mensen hun lippen branden of ze cheppen, dat soort dingen. Dat niet. Het is ook niet getest op animals. En, dus die grondstoffen komen van Duitsland en die parfumolie en dat soort dingen. En die tubes zijn wel van China. Mm-hmm. Dus daar worden ze geprint en al dat soort dingen. Dus in geval mensen vragen. Ja. Yeah. Maar het is zo'n mooi verhaal. Like sieraden, make-up. Hoe lang heeft het u eigenlijk geduurd om uw eerste product te launchen? Hoe lang was het proces? Binnen een maand. Huh? Binnen een maand. Was uw eerste product al gelaunched? Ja. En hoe lang was dat? Wat was het? Bedoel, heb je het over je lipglossjes? Nee, dus gewoon. Om een sieraden? Ja, like, dit was mijn eerste product dat ik kon verkopen voor iemand. Dus eerst was het gewoon verkopen. Ik was niet echt bezig. Nee, ik was niet echt bezig ermee. Dus toen ik me ga uitbreiden, heb ik dan een paar bekende mensen benaderd. Want ik ga ook op YouTube en dan volg ik mensen hun marketingstrategie. Mm-hmm. Want nu is alles YouTube, TikTok, Facebook. Weet je, mensen gaan niet in een shop om te kijken of dat soort dingen. Dus dat heb ik gebruikt. En ik heb bekende mensen in Suriname benaderd. En gevraagd of ze mijn producten willen uittesten. Dus zo is het eigenlijk gegroeid. Zo ben ik bekend geworden. En alles is echt makkelijk gegaan voor mij. Dus ik weet echt niet waarom mensen niet durven of zo. Want die dingen zijn zo makkelijk. Ja. Je moet geld hebben. Dat is het. Dat is waar het probleem eigenlijk zit. Dat is dat ding. Maar je hebt ook mensen die geld hebben, maar niets doen. Ja. En gewoon niets durven. Dat is wel zo. Want zover ik het weet, ben ik de enige met een sieradenlijn. Met mijn eigen brand. Ja. En mijn eigen brand make-up. Er zijn volgens mij wel ook andere mensen, maar niet dat ze echt bekend zijn. Op zo'n niveau bedoel ik. Ja, dus dat bedoel ik. Dus daarom wil ik weten hoe lang het eigenlijk duurde. Van, jij heeft contacten gelegd en dat was mijn eerste. Maar hoe lang bestaat uw brand al? Sieraden doe ik ongeveer al 2 tot 3 jaren. Wow. Dit, dus deze Surinaamse munt, bracelet, heeft me echt bekend gemaakt. Mm. Want dit leek echt op goud. Trouwens, die sieraden van me leken echt op goud. Dus ik doe dat al 2-3 jaren, maar de afgelopen jaar ben ik echt bekend geworden. Misschien omdat mensen ook meer bezig waren op social media, want er was lockdown en al dat soort dingen. Hebben ze me ontdekt en dan is het zo Dan beginnen mensen te scrollen. Ze hebben niets te doen, dan zitten ze. Ai, wat niet. Oh, wacht, maar dat is dit. Ja, ik snap het. Ja, dus zo is het echt gegroeid. Oké. Maar meestal bij stainless steel, dan zegt men, jij mag geen parfum zetten. Als je zweet hebt, leg het op een doek en dan pas gaat je stainless niet verkleuren, toch? Nou, stainless steel, echt de goede kwaliteit stainless steel. Ik bedoel van mij. Mm-hmm. Mag je alles doen? Stainless steel is zilverkleurig. Ja. Dus als je eentje hebt die zilver is, er gaat dus niets gebeurt ermee. Je kan baden, je kan vallen, je kan parfum smeten. Niets gaat ermee gebeuren. Nee. Maar diezelfde zilveren pleten ze in gold. Mm-hmm. Het is niet goud zelf. Het is gewoon gepleet in goud. Dus als je het krabt, is het zilver. Mm-hmm. Toch? Dus na een tijdje kan het zilver worden. Het kan. En dat begint bij die haakjes, die schroefjes en dat soort dingen. Dat zie je een beetje zilverachtig. Ja. Maar sieraden van me die al 3 jaar teruggekocht zijn door klanten en ze baden hier maar 24 uur mee, zijn nog steeds goed. Dus ik zeg aan mijn klanten, het kan verkleuren. Maar ik heb nog geen klachten gehad dat het is gaan verkleuren. Mm-hmm. En als er mensen zijn die vinden dat van hun zijn verkleurd, vraag ik ze weer. Dus ik los altijd alles op hoor. Dan mag ik foto's zien, en maar het is echt nooit voorgekomen. Ik hoor ze wel zeggen, maar ik kan geen bewijs. Ze kunnen me niet bewijzen, ze kunnen me niet wezen. Het ernstige is gewoon aan die schroefjes en zo, zie je een beetje zilver. Dat is logisch. Tot daar. Dat is logisch, want het is geen goud. Ja, like daarom, het is logisch. Ja, maar niet dat het zwart wordt of groen of dat soort dingen. Dat ga je niet hebben. Oké. Dan hebben we gesproken over lipgloss en al dat soort dingetjes. Komen we bij uw brand verder brengen. Wat zijn, als we denken aan een Saint Jared, wat zijn uw future plans? Nou, in korte lijnen. Mijn future plans is gewoon een
internationale brand hebben. Ja. Dat ik ook in Nederland, trouwens ik ben al in Nederland, ik heb ook klanten daar. Ja. Ik heb mensen van Amerika die me hebben benaderd om mijn spullen te kopen via TikTok. Ja. Maar ik kan niet echt iemand vinden om dingen te posten, te sturen naar daar. Dus like, daar heb je DHL en FedEx en dat soort dingen, dan kan je packaging sturen en ja. dat soort dingen. DHL hier, ze doen alleen maar papieren en ja. dat soort dingen. Dus ik denk dat men ook daarmee moet komen. Dan kunnen Surinamers hun producten ook in het buitenland verkopen en shippen. Want ja. dat is eigenlijk wat me tegenhoudt hoor. Om in het buitenland te zijn. Ja. Ja, want dat is gevraagd. Mensen benaderen me dagelijks. Ja. Dat is wel jammer inderdaad, dat je gewoon je brand niet verder kan brengen. Oké, bij Sint-Jaret en alles, u heeft de logo ontworpen. Jullie zien het. Dat is mijn enemy. Ja. Dat ben ik. Oh, dat bent u? Mm-hmm. Wait, het is u. Shoot. Dat was ook een goal. Dat bent u echt. Dat ben ik, dus ik heb mijn eigen enemy. Ja. Oké. Maar u verkoopt uw lipgloss, uw sieraden en al soort dingetjes. En u zegt u heeft een brand waarbij u het zet in een zakje met uw logo again eraan en al dat soort dingetjes. Heeft u ooit van die klanten, want je hebt van die hinderlijke klanten, we moeten die wel belichten. Je hebt soms van die hinderlijke klanten die echt toch iets gaan vinden waarbij je zegt van, ja, maar misschien kan je. Heeft u zulke klanten gehad? Nou, één mevrouw. Mm-hmm. Ik verkoop sieraden. Niet alles wat ik verkoop heeft mijn logo en heb ik ontworpen. Ja. Want daar waar ik ze laat maken, soms hebben ze echt van die mooie sieraden die je ook wil. Het is niet jouw design, maar je wilt het ook, weet je. Want je wil genoeg keuze hebben. Want ik ontwerp per maand misschien 3 tot 4 items. Mm. Maar er zijn klanten die naar meer vragen. Dus ik dacht, oké, ik ken hun kwaliteit, dus ik ga hun modellen ook halen. Toen had ze een voetketting besteld, denk ik, geloof ik, en een oorbel. En heb ik het dan in een zakje gezet met mijn naam. Het was een hele issue. Ja, waarom zet je het in een zakje? En jij hebt het niet eens ontworpen en een zakje met jouw naam. Maar ik bedoel, van als je naar Kirpelani gaat, of het maakt niet uit waar, krijg je je spullen toch in een zakje van hun. Zij hebben die spullen toch niet gemaakt. Nee. Dus ik vond er gewoon echt zomaar dramatisch met zo'n lange tekst. Als je die app zag, meisje. Zo'n lange app. Zo'n lange app. En dan zou ik een duim sturen. Zo'n lange F. Ik zou echt alleen een duim sturen. Oké, maar we komen bij brand en dan gaan we beginnen met promoten, modellen grepen voor fotoshoots en noem maar op. Maar dan beginnen we bij het stukje van concurrentie en alle dingetjes. Heeft u misschien al gezien die iemand begint met sieraden, dat iemand begint met sieraden of met lipgloss? Nou, bij sieraden heb ik het gezien bij iemand. Ik weet niet, het is zo opvallend. Dus het lijkt alsof ze komt naar mij, Peach. En kijk wat bij mij is uitverkocht. Mm-hmm. En dan gaat ze het halen voor veel goedkoper en dan gaat ze het veel goedkoper verkopen. Mm-hmm. Maar ik heb wel klanten van mij die ooit daar zijn geweest en klagen van, maar ze zijn niet hetzelfde als die van jou en van haar glimmen niet zo. En dus ik laat dat totaal over aan hun. Maar er zijn wel mensen die me willen nadoen. Yeah. Ja. Maar hoe deelt u dan met concurrentie? Nou, ik maak me helemaal niet druk hoor. Want kijk, nu wil ik me gewoon specialiseren alleen op mijn designs. Dus gewoon, als je het bij mij koopt, ga je het nergens vinden. Mm-hmm. Dus het enige wat zij nu kan doen, is haar eigen designs doen. Yeah. Haar eigen naam en gewoon mijn modellen stelen. Dat kan. Maar ik ga niet meer halen dingen die, als het ware, andere mensen hebben designs. Mm. Ik ga nu uitsluitend focussen op mijn brand. Mm. Dus ik span me niet met concurrentie. Ik kijk niet eens naar ze. Oh, dan is het goed. Nee, omdat klanten me steeds foto's wijzen en van kijk, ik weet je. Mm. Maar ik focus me niet erop. Mm. Oké. Te komen bij het stukje van dat u spullen laat halen of de producten laat maken in het buitenland en alles. Wat is de wachttijd voor de klant om zo'n sieraad dan te krijgen in handen? Nou, ik doe het niet van tevoren. Dus als ik het in voorraad heb, dan ga ik het promoten. Nieuwe collecties binnen en dan komen ze het kopen. Oh. Dus het is niet dat je kan bestellen en wachten. Ja, ja, ja. Nee, dat niet. Oh, dus het is echt gewoon, maar is er een plek waar men bij kan komen en kan kijken en voor ze kopen of doet u het echt gewoon online? Dus het is online, we bezorgen het naar huis, maar je hebt mensen die het toch willen zien, dan is het gewoon thuis bij mij hoor. Mm. Ik heb nog geen shop. Mm. Maar het is wel in voorzicht dat u echt een shop heeft. Ja, dus misschien een mall of zo, ja. Weet je. Ja. Want ik wil echt uitbreiden, weet je. Ja, anders dat. Oké, dan wat gaan we nog meer aan? Je doet lipgloss, je doet dus make-up, je doet sieraden, je doet waist trainers. Dus daarmee ben ik bezig. Oké, wat is uw vooruitzicht voor de waist trainers? Nou, ik moet het eerst uittesten op mezelf, want je moet een voorbeeldfiguur kunnen zijn voor mensen. Want je kan geen waist trainers verkopen, dan leek je op een ton. Dus, mensen moeten toch zien dat het werkt. Ja.
Dus ik ben bezig. Tot nu toe heb ik wel resultaten gezien. Dus ja. Ik test het uit op mezelf. Ik moet nog letten op mijn eten, want weet je, ik ben een beetje gierig. Ja, maar het is Surinamers kwal. Ja, dus. Maar die weestrainers zijn echt om je te shapen en zo werken. Dus ik heb nog een maand dat ik het wil uittesten en dan ga ik het laten halen. En ik heb al mijn before en after gepost, want ik was letterlijk voor mijn buik hing en al dat soort dingen. Dus ik heb resultaten gezien en ik heb foto's geplaatst en zo. En ik heb veel mensen die al geïnteresseerd zijn. Dus ik heb het gezet, zodat ze me kunnen volgen en zien dat het inderdaad werkt, begrijp je? Ja, en dat het ook in vooruit zich is, want misschien kunnen jullie ook, weet je? Ja, je moet ze motiveren. Trouwens, ik wil ook graag een personal trainer worden hoor. Ja? Dat heb ik altijd willen doen. En dat, zo ga ik dan ook in de gym blijven, weet je? Ja, want ik ben inderdaad. Ook, want dan is het verplicht, ik moet dingen komen, trainen. Dus ik moet er trainen. Ja, dus ik ben verplicht naar de gym te gaan. Ja. Ik snap het inderdaad waar je heen gaat. Oké, als we denken aan Sint-Jared, we hebben gesproken, misschien wilt u een shop in de mall. Maar misschien wat zit u in uw vooruitzicht, Sint-Jared, maar u ziet het daar. That's really my biggest dream. Dat zeg ik je, internationaal. In Nederland, als je in Amsterdam bent, zie je een shop. Mijn god, we zijn bij Sintja. Ja. We gaan een selfie posten. Yeah. Ik was bij Sintja, weet je. Yes. All those girls. Oh my god. Yes, inderdaad. Ja, zo. Nou, wilt u niet in Suriname gewoon een bedrijf? In plaats van just een appartement huren of gewoon een... Nou, dat is mijn dingen. Dat is mijn streel. Dus daarom vandaar dat ik van alles doe. Ik ben van plan echt veel te doen. Ja. Tassen, kleding, gewoon alles met mijn naam. Ja. Alles wat kan. Hmm. Want op de duur heb je ook te veel sieraden. Hmm. Je hebt niet zoveel make-up, dus ik wil gewoon steeds andere dingen doen. Maar ik zie op je FBP dat je ook scrunches maakt. Ja. Dus van die haar dingetjes. Ja, dus... En hoodies, zei nee, wat zei je? Nee, die hoodies heb ik nog beanies. Niet. Haarbandjes, scrunchies en bikini covers. En bikini covers, dat is het inderdaad. U haakt ze echt zelf? No? Nee, ze zijn niet gehaakt. Zijn gestikt? Ja, dus mijn zus haakt, dus ik heb ook gehaakte scrunchies. Trouwens, ik haak ook, maar ik ben lui. Mm. Ik stik ook, maar ik ben lui. Dus mijn zus haakt. En als ik kan, kijk, dit heeft mijn moeder voor me gemaakt, mijn jurk. Heeft mijn moeder voor me gemaakt. Dus dat was mijn design, is het gestikt. Want ik kan ook stikken, maar ik ben gewoon lui. Ja. Dus die scrunchies stik ze. En die bikini cover stik ze ook. Maar ik zie wel dat het echt gaat hier in Suriname. Dat mensen echt die dingetjes kopen en al dat soort dingen. Maar waarom stikt u niet zelf? Al bent u lui, ik moet toch ergens motivatie zijn. Ik ben echt lui. Ja, no? Maar even serieus, als je ziet dat je brand gaat en al dat soort dingen, is het niet ergens weer zo'n motivatie? Mijn moeder kan niet rustig zitten, dus ze is al lang blij dat ik er geef om te stikken, dus ik geef er. Nee. Ja, toch, stik. Ja, ik snap Alsof het. Ik niet eens ben ermee, terwijl ik al lang blij ben. Dus... Maar hoe lang duurt het om zoiets te stikken? Nou, ze is snel hoor, dus in een dag kan ze 4 tot 5 van die bikini cover stikken, is makkelijk. Maar je verkoopt ze in setjes of zegt u solo's? Nee, gewoon, je kan ook je eigen maat aan me geven en dan stik ik het even snel. Oh, oké, dus mensen mogen daar wel komen en hun maat geven en laten dat maken. Mag. Dus niet dat u het ook als die sieraden, ik heb het eerst en dan verkoop. Dus eigenlijk wil ik dat doen. Mm-hmm. Want je hebt sommige klanten die echt lastig zijn. Mm-hmm. Weet je, dus ik wil gewoon stikken en daar zetten. En als je komt, als je het leuk vindt, dan koop je het. Ja, maar niet dat ik echt bestellingen wil nemen, weet je. Ja. Want ik wil geen hoofdpijn, ik ben vervelend. Ja, nee, ik snap het. Ik snap waar je heen gaat. Oké. Dit programma is eigenlijk om jongeren te motiveren, zoals ik het aangaf. En dat zij iets worden in de maatschappij. En daarom heb ik u ook gevraagd. Echt de motivatie waarbij je eigenlijk gewoon niet weet van... Misschien kan ik dit doen en het was in je hoofd. En je bent inderdaad gewoon naar je eigen brand ingerold. Heeft u een boodschap naar de jongeren toe dat ze niet leeg zitten, maar tenminste wel iets worden in de maatschappij? Nou, ik wil de jongeren zeggen, als je een idee hebt, je wil iets doen, ga gewoon ervoor. Zit niet te twijfelen, want voor het feit dat je twijfelt, is het al mislukt. Dus ga gewoon ervoor, luister niet naar mensen. Want als ik dat had gedaan, dan was ik vandaag ook niets. Want ik heb gehoord dat ik dom ben. Ik weet niet wat ik doe. Ik heb zoveel tegenslagen gehad, maar ik ben gewoon gegaan ervoor. Ik luister gewoon niet naar mensen, ik doe het gewoon. Als het is gelukt, is het gelukt. Als het is gefaild, is het gefaild. Maar ik denk niet daaraan. Ik doe het gewoon. Ja. En dat is inderdaad een hele leuke motivatie wat zij aangeeft. Is dat je inderdaad gewoon moet gaan voor je doelen. Ja, ga gewoon. Want dat maakt je. Ja. Namens Trishul, natuurlijk in de belichting, zeg het maar. Wil u een klein geschenkje geven. En heel veel succes voor alles wat u wilt doen.
Thank you very much. Natuurlijk blijven de FB-pages volgen, want daar is waar men u ook kunt contacten, toch? Jawel. En als ik iets heb gemist, mag u dat alsnog zeggen. Maar heel veel succes en we kijken uit naar meer designs. Okay. Thank you very much. Thank you for having me. Yes. Wij zijn aan het eind gekomen van ons TVM-programma Zeg het maar. Make-up en sieraden, a girl's best friend, when needed. Jullie hebben het allemaal mogen horen van mevrouw St. Jaret, hoe zij tot vandaag haar eigen brand heeft mogen ontwikkelen. En ze geeft het ook aan als boodschap. Als zij had moeten luisteren naar de mensen, was zij niet gekomen tot vandaag. Dus jongeren, kies voor je talent en ga ervoor waarvoor jij bent gemaakt. En als afsluiting, met COVID hebben wij nog steeds te kampen. En dan nog de derde golf. Dus, handen wassen, mondkap op en blijf je 1,5 meter afstand behouden. En natuurlijk, voor de moeders morgen een fijne moederdag namens Trichot en in de belichting Zeg het maar. Mijn naam is Shanita Bagwandin, jullie presentatrice geweest voor deze aflevering. En ik zie jullie tot de volgende keer.